Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Rashif Tonar. Hij is gecertificeerd door het Whisky Ambassadors programma. Heel erg interessant. Eigenlijk zegt het het woord tel, maar we gaan vandaag toch met hem een babbeltje maken om meer te weten over deze certificering en wat dit in de praktijk voor hem betekent. What we need is a little Q-Time. Rashif Tonar, welkom in Q-Time. We gaan vandaag een babbeltje maken met jou, we gaan kennis maken. En het leuke ervan is, waar je ons wat meer over gaat vertellen vandaag, is het feit dat jij dus gecertificeerd bent door het Whisky Ambassadors programma. Ik vind het heel erg spannend. Ik ben heel erg benieuwd hoe je daar gekomen bent. Maar we gaan eerst kennis maken. Vertel ons wat meer over jezelf. Nou, ik ben een jong zaterdag ondernemer met heel veel passie voor dagleven en heel veel liefde. Ik wil graag hebben dat mensen in Suriname meer kennis hebben over alcohol. En dan ben ik dus begonnen met whisky. Maar het is wel de bedoeling dat ik dus verder ga met rums, met sigaren, met gins, met vodka's, met wijnen. Maar dit is dus het begin. Oké. Okay. Je houdt heel erg van het nachtleven, zeg je. Is dat uit eigen ervaring? Is dat eigenlijk een soort van hobby of... tijdverdrijf die je zelf ooit eens een keertje bent gestart, toen je tiener was of zo? Ja, yes, ik ben er nu al zo'n 6 jaar in de horeca. En mijn eerste baan was dus bij Circ Entertainment, bij 8Ball. En daar was ik dus de gastheer en de manager als het ware. En door de jaren heen heb ik op verschillende plekken gewerkt. En op elke plek heb ik wel wat geleerd. We zijn nu hier zo bij Chis, Bar Tapas en Cigars. En hier was het dus dat ik heb geleerd over whiskies. Ik kwam hier binnen en ze zeiden van, hey, we gaan je zetten als bartender. Ik dacht, oké, prima. Laat me die kant van het vak ook een beetje onder de knie krijgen. En toen hoorde ik voor het eerst het term single malt whiskies. En dat vond ik erg interessant. Ik ben een beetje onderzoek gaan doen en zag dus dat er ook Japanse whiskies waren. Dus ik dacht, oh, erg interessant. Ik kreeg dus toen toevallig een boek van de eigenaar, een whiskyboek. Ik ben erin gaan lezen, verder gaan onderzoeken. En volgens mij ergens in 2019 zag ik dat die cursus bestond, Whisky Ambassador Program. Oké. Okay. Ja, maar dus toen alleen in Nederland. Dus ik dacht van, wanneer gaan ze zoeken om naar Nederland te gaan? Maar ja, mijn geluk kwam dus corona. En kon je dus online volgen. Oké, okay, heel erg nice. Maar het was wel grappig, want wanneer je praat over, je vindt dat mensen meer moeten weten over alcohol en dat eigenlijk een beetje diepere kennis moet, behalve het feit dat je de gezelligheid verhoogt en in de volgende fase een beetje aangeschoten bent en in de volgende fase, je weet toch, nog gezelliger en daarna dronken. Dat is natuurlijk 5 stappen verder. Maar je zou toch wel denken dat iemand dan begint met, wat is eigenlijk de meest lichte alcoholvorm? Bier. Maar jij gaat direct naar whisky, dus... Kan je niet met baby steps beginnen en met bier beginnen? Wanneer ik het heb over dat mensen meer alcoholkennis moeten hebben over goede whisky, is omdat je hecht er dan wat meer waarde aan. Er zit veel achter een verhaal achter dus een whisky. Dus dat wil ik dat mensen een beetje weten. Zodat wanneer je een whisky bestelt, dat je weet van, hey, dit kan ongeveer mijn smaak zijn. Of weet je toch, het verhaal erachter, weet hoe het wordt gemaakt. Dat vind ik dus belangrijk. Ook voor de mensen die in de horeca werken, vind ik het belangrijk dat ze dat weten. Omdat het zo erg als een klant komt en zegt van, wat adviseer je me, wat voor whisky heb je? En jij zegt, ja, ik heb Borgo. Terwijl dat gewoon een rum is, snap je? Ja, je lacht erom. Ik lach er omdat ik me heel erg kan voorstellen dat het werkelijk gebeurt. Daarom lach ik. Ja. Oké, okay, nee, ik snap het. Maar als jij zelf zou moeten kiezen een voorkeur voor een bepaalde alcohol zou mogen uitspreken, wat zou jouw voorkeur zijn? Whisky? Wijn? Whisky. Whisky, toch wel. Oké, dus jij bent niet in de baby steps eerst bier. Je gaat direct naar de whisky. Oké, got it. Zit natuurlijk, als je praat over whisky, dan praat je over een bepaald proces. Van het maken of de totstandkoming van het eindproduct. Maar dat proces kan op verschillende manieren uitgevoerd worden en daardoor krijg je de verschillende whiskysoorten. Oké, jij wil je dus gaan specialiseren. Maar wat houdt het Whisky Ambassadeursprogramma eigenlijk in?
Als het ware leer je dus de geschiedenis van whisky. Je leert hoe whisky inderdaad wordt gemaakt. Je leert hoe je het kan verkopen. En je leert de proeftechnieken bij de whiskies. Oké, die bestaan ook. Dat wist ik niet. Ik dacht dat we proeftechnieken hadden bij wijn. Nee, whisky dus ook. Het is hetzelfde. Het ruiken, kijken naar het glas. Ja, op die manier. Maar hoe doe je dit online? Dus die cursus bedoel je? Ja. Dus ze sturen dus het lesmateriaal voor je op, je leert. Maar je krijgt dus ook in buisjes, krijg je dus de whiskies. Tijdens de cursus dan moet je dus natuurlijk je glazen bij je hebben. En dan schenk je in, ruiken, kijken, proeven. En dan praten we erover. Dan legt hij uit wat je kan herkennen, wat je kan verwachten. Wanneer je ruikt, wanneer je drinkt, wanneer je in mond hebt, wanneer je slikt. Ja, oké. En met het predicaat Whisky Ambassador gecertificeerd, wat houdt dat in? Wat betekent dat voor jou persoonlijk? Maar niet alleen maar dat, maar ook voor de onderneming waar je werkt. Want zij hebben als het ware nu iemand met een bepaalde dosis kennis in huis. Dus wat houdt dat in? Wat betekent dat? Nou, voor de organisatie of voor mijn bedrijf, wil dat dus zeggen dat ik dus beter kan verkopen als ik dus kennis heb over het product. Ik ben van mening dat bij alle producten die je verkoopt, als het nou een dienst van product is, als je kennis ervan hebt, kan je hem verkopen. Mm-hmm. Dus dat is het voordeel van mij. En natuurlijk wil ik ook graag, waarover we eerder hadden, whisky ambassador zelf. Dat zou ook fijn zijn om te worden. Maar dit is dus dat is de eerste stap. Ja, oké. De whisky ambassador is dus eigenlijk iemand die de brand, dus laten we zelf een voorbeeld geven, Johnny Walker, naar voren brengt, evenement organiseert, nieuwe dingen op de markt brengt en mensen informeert over wat er allemaal gaande is voor dat merk. Is het dan niet een beetje een hele vage scheidingslijn tussen kennis van whisky en eigenlijk de verkoper worden van een brand? Nou, ik vind dat je het toch wel moet weten, toch? Of heb ik verkeerd? Nee, maar je snapt wel wat ik bedoel, toch? Want ik bedoel, je hebt net een merk genoemd. En er zijn honderden soorten merken. Maar ik denk dat je bent eigenlijk bij de ambassador van het proces, van het product whisky op zich als drank. En niet per se van een bepaalde brand. Nee, maar, niet per se van een bepaalde brand. Nee, maar die grens is wel een beetje grijs. Het is wel een beetje een dunne grens. Ja, begrijp ik wel. Ja. Oké, maar als je zegt dat je ook whisky leert verkopen, dan bedoel je dus daarmee dat je informatie krijgt over de whisky, zodat je mensen beter kan uitleggen, waardoor ze geïnformeerde beslissing kunnen nemen over welke whisky ze kiezen, zeg maar. Ja. Klopt helemaal. Oké, dus dat is het verkopen ervan, zeg maar. Oké. Heb je gemerkt dat er, punt 1 in Suriname, toch wel behoefte is aan deze informatie bij echte whiskydrinkers? Ja, zeker weten wel, maar het is natuurlijk ook, het moet naar voren gebracht worden. Er is niemand, basically, die het hier doet. Helemaal niemand. Ik bedoel, van als ik ook gewoon naar een slijterij ga, de klanten, het personeel geeft gewoon wat er is. Terwijl er misschien wel een hele mooie single malt daar staat, die ze ook kan adviseren, maar als ze er geen kennis van hebben, het staat gewoon daar, wordt het niet verkocht. Het is niet alleen maar dat, maar ik neem aan dat ze ook eigenlijk gaan met de kennis van iemand die ze verteld heeft erover en dat ze dat ook op die manier doorverkopen aan de klant. Ja, toch? Klopt. Ja, oké. Heb je in jouw ervaring kunnen meekrijgen dat je mensen ook daadwerkelijk toch wel een bepaalde andere liefde voor de drank hebt kunnen bijbrengen door jouw verhaal? Oh, ik heb wel gemerkt dat mensen, wanneer ze dus die dure whisky hebben geproefd, dat ze wel vaak gewoon ermee willen beginnen. Want dan is het prettig om te drinken. Maar daarna gaan ze wel gewoon terug naar hun standaard voor de rest van de avond. Daarna proef je ook niets meer. Ik weet niet dan om dan... Is dat zo? Oké. En dat is niet echt een goede verkooptechniek, hè? Want anders kan je zeggen van, nou weet je wat, als je die eerste goede hebt gedronken en je hebt de standaard hoog gelegd, dan kan je gewoon weer terug naar een Campari, whatever. Ik zeg maar. Nee, dat heb ik niet gezegd. Dat was een grap.
Oké, okay. Als jij dus gecertificeerd door het Whisky Ambassadors programma bent, kan je ook andere collega's of andere mensen die geïnteresseerd zijn hierin in Suriname ook opleiden? Of mag dat niet volgens jouw certificering? Ik ben daar nu mee bezig met de mensen van het instituut zelf, zodat ik degene kan zijn hier in Suriname die de cursus kan geven. Ja, oké. Dus daar heb je ook, ga je eigenlijk door een soort van trainerstraject. Yes, ik ga dus, ze hebben nu eindelijk een advanced course. En die zou ik in principe moeten volgen eind april. Maar ik ben dan nog niet in Nederland. Ik ga dus precies begin mei. En dan ga ik dus dan met die mensen praten over het contract en hoe we allemaal alles in elkaar gaan zetten. Want natuurlijk moet het er ook een, je gaat het ergens moeten houden. Dus die tasting. Dus het is Ja. niet alleen wat je hebt betaald dus voor die online cursus, dus ook Ja. het marketing, everything eromheen. Ja, oké. En jouw droom is wel om whisky ambassador te worden. Wat is anders dan wat je tot nu toe doet? Onder andere, nee, dus nu organiseer ik gewoon een paar evenementen. Ik heb jullie een paar foto's gestuurd. In 2009 heb ik dus de eerste whisky tasting georganiseerd. Dus meer voor de volwassenen, om het zo te zeggen. Tussen aanhalingstekens. En de whisky cocktail night organiseer ik voornamelijk voor jongeren, omdat dat toch meer aanslaat. En toch, mensen zijn toch wel meer geïnteresseerd daarin. En ik wil gewoon hebben dat mensen niet alleen weten van hey, er is whisky sour, maar er zijn zoveel andere whiskies, sorry, whisky cocktails die er bestaan. Ja, oké. Goed, laatste vraag. Wat is jouw favoriete whisky? Gesproken met kennis van een kenner. Nou, ik hou verschrikkelijk veel van Dalwhinnie 15 jaar. Ja, wat is de naam? En nogmaals, Wat is de naam? Dalwhinnie 15 Talwini. jaar. Oké. En de Hibiki Master Select, dat is een Japanse whisky. Ja. Oké, dat is natuurlijk best een beetje out of the box, hè? Dat zijn geen whiskies die je elke dag tegenkomt. Nee, helemaal Nee, niet. oké. Maar wel te verkrijgen bij jou. Bij mij kan je alles regelen, alles halen indien nodig. Ja, echt waar? En Oké. Oké, dat is wel heel erg interessant. Hey, Rashif, onze tijd zit erop. Ik vind het vreselijk gezellig wat je aan het doen bent. Ik hou van de ambitie voor de verdieping waarmee je bezig bent. Dus ik zou zeggen, heel dankjewel. erg veel succes toegewenst. Tegen de tijd dat je daar bent, hopen we je weer een keertje te spreken. Maar hopelijk hebben we in ieder geval met dit interview mensen een beetje op je spoor gebracht, zodat je ze wat meer kan informeren over alcoholgebruik. Eigenlijk mogen we dat niet promoten, hè, op tv, maar goed. Alles met maat, Ja, zeker weten. hè? Oké, hartelijk bedankt en heel erg veel succes. Dank u ook, bijna. Is goed, bye. What we need is a little cute time. Nou, u heeft het gehoord van Rashif. Wilt u meer weten over whiskies en de verschillende soorten en technieken die gebruikt worden om de drank tot stand te brengen? Dan moet u bij Rashif zijn. Want hij weet in ieder geval alvast wat meer dan ik. Dus ik zou zeggen, meer weten over de drank om daarmee meer te kunnen genieten en meer waardering te hebben ervoor. Neem dan contact op met Rashif Tounar. Hij heeft ook al verteld waar hij werkzaam is. Dus kijk er ook naar uit, want hij is ook van plan om door te gaan met deze specialisatie hier in Suriname. En hopelijk daarmee ook jongeren te kunnen interesseren om zich te verdiepen in het vak. Dank u wel voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.